drie eigenaren van dit prachtige bedrijf. De hoofdbrouwer en de man met alle technische kennis is Onno. Onno die, ja, zonder Onno eigenlijk geen Wenters. Nou ja, en dan hebben we Lisette, dat is de eerste werknemer van ons prachtige bedrijf. Nou ja, zonder Lisette. Ook geen Bart Lohman uiteraard, de bekende man met alle kennis van nou ja, hoe zet je een bedrijf op en hoe zorg je dat het ook nog gaat vliegen. Daar hebben we Onno voor, Bart voor, dus Bart ook hartstikke mooi weer. Ja, dames en heren, allereerst ook aan jullie hartelijk dank voor de uitnodiging om deze nieuwe bierbrouwerij Wenters in Winswijk te mogen openen. Ik volg op dit moment een klasje voor nieuwe beginnende burgemeesters en les 1 is alcohol en ambtsketen gaan niet samen. Maar ik denk dat we vanmiddag wel een hele goede uitzondering daarvoor kunnen maken. Laten we gaan voor een nieuw soort B&B, bierbrouwerij en burgemeester. Ik sta hier als uw trotse burgemeester. Als liefhebber van het bier dat u brouwt, maar vooral ook als iemand die het streekproduct een grote toekomst voorspelt. De makers van streekproducten uit de Achterhoek hebben een wereld te winnen. Dat kan vooral door te zorgen voor een kwalitatief goed product, nou, daar bent u volgens mij goed mee bezig, maar daarnaast ook door samen de markt te bespelen. Over de kwaliteit van uw product bestaat geen enkele twijfel. Er wordt nu ongeveer 60.000 liter bier gebrouwen en ik heb begrepen dat u uiteindelijk een verdubbeling van de productie wilt, 120.000 liter bier. Je zult er maar op moeten drinken. In verschillende samenstellingen, smaken en uitvoeringen. Dat maakt u tot ambassadeur van Winterswijk. Want iemand die een Wenters bestelt, denkt aan Winterswijk. Wij zijn daar als gemeente erg blij mee. Het zet ons op de kaart, binnen en buiten de regio. Ik denk ook dat het mooi is dat we weer echt Achterhoeks bier hebben. Dat wordt niet in Twente gebrouwen, dat wordt hier in Winterswijk gebrouwen. De brouwerij zoals we hier nu staan speelt een belangrijke rol in het leven van velen onder ons. Er zijn vrijwilligers die de bezoekers rondleiden, er is een proeflokaal, een winkel en uiteraard wordt er ook bier gebrouwen. Een soort Bourgondisch Brabant midden op de Groenlandseweg. Oh ja, en voor ik het vergeet, er is een opmerkelijkheid. Ik werd net al genoemd, een van de biersoorten die wordt gebrouwen is de Blondelle. En dit bier is vernoemd naar uw vrouw, uw partner. Een van de, mocht u ooit nog eens verlegen zijn om ook andere namen voor die biersoorten te hebben, neem dan eens contact met me op, want ik heb daar nog wel ideeën over. Dames en heren, ik heb het glas en wens de brouwerij en alle betrokkenen een glansrijke toekomst. Michiel van der Vaart, er staan inmiddels 5 brouwketels van 1000 liter. Er komen er binnenkort 3, begrijp ik, van 2000 bij. Het gaat met andere woorden goed op de dag van de opening. Jazeker, het gaat zo goed dat we eigenlijk elke keer moeite hebben om voldoende voorraad te hebben. Om leveranciers een ruime keuze te kunnen geven. Vaak is dat teruggewerkt tot 1 of 2 soorten bier. Joris Bengevoort, burgemeester van Winterswijk. Hoe belangrijk zijn dit soort initiatieven voor de lokale economie? Ja, hartstikke goed. Dit soort initiatieven zijn ambassadeurs voor Winterswijk. Die laten ook de rest van Nederland zien hoe wij hier in Winterswijk het goede leven vieren. Nou, daar hoort ook een eigen gebrouwen biertje bij. En ik ben er heel trots op dat we nu in Winterswijk ons eigen biertje hebben. Wat we ook aan onze gasten kunnen aanbieden. Dus hartstikke goed. Mooie ambassadeurs, ben ik heel trots op. En verwacht u nog meer van dit soort initiatieven? Ja, dat ligt ook vooral aan de ondernemers zelf. Wel met dat snap ik, maar stimuleert u dat vanuit het college? Nee, absoluut. Dit soort mooie streekproducten zijn één. Dat zei ik ook in mijn openingswoordje. En ik denk dat dit heel erg aanzet bij een trend waarbij mensen hun producten dichtbij willen halen. Als dat kan gebeuren, dan gaan we daar zeker mee aan de slag. Hartstikke goed, heel belangrijk. Meneer Van der Vaart, wanneer bent u uit dit pand gegroeid? Dat is een grote vraag. Geen idee. Laat ik het zo zeggen. Als we de 3 nieuwe ketels erbij hebben staan, daar zullen we al wat ruimte achter op de parkeerplaats moeten gebruiken voor opslag. Daar is ook al contact over geweest met de gemeente. Dus dat is niet een groot probleem. Dat gaat lukken. Maar ja, dus dan zijn we feitelijk al wat te klein. Maar daar kunnen we voorlopig wel even vooruit. Dus, ja? Oké. Okay.